Het begon vanmorgen tegen 9:30. Onder de deelnemers is hier en daar iemand bezig zijn dekkingsgraad te controleren. En dan op naar de koffie. Wat zal de dag van vandaag ons brengen? Hoe is de stemming? Een kleine peiling. Nou, weet je, ik val in de categorie dertigers die zich nog geen zorgen maken over hun pensioen. Dus misschien ga ik hier voor mezelf ook wel weer heel andere beelden uithalen. Want ik heb nog niks aanvullends geregeld en ik denk het zal allemaal wel. Volgens mij is dat ook heel erg gemiddeld voor een dertiger. Maar ik denk dat het toch niet meer echt zo is als je kijkt naar de berichtgeving. En misschien dat ik hier vandaag wel iets daarover opsteek. Een stukje cake met appel en een kop koffie natuurlijk. Wat verwacht u van deze dag? Heel eerlijk gezegd, ik sta helemaal voor alles open en dan valt het altijd mee. Erika Verdigaal, u bent econoom, publiceert in het NRC en op internet veel over geldzaken, pensioenen en pensioenfondsen. Wat is uw boodschap aan de deelnemers vandaag? Dat ze mensen wat meer gelukkig moeten maken met hun geld. Niet meer altijd alles alleen maar uit moeten rekenen en hoe je dat fiscaal het beste alles kan benutten. Maar dat ze zich wat betere vragen moeten stellen. Van hoe zorg ik er nou voor dat ik zorgeloos word? Daar kom je tot hele andere uitkomsten dan dat je het alleen maar uit gaat zitten rekenen. Maar geef nou eens een voorbeeld dan. Ja, iemand is de hele jaar alleen maar bezig met geld in zijn hoofd. Topt er altijd over. Dat is niet goed. Nee. Maar iemand die dat helemaal geen aandacht geeft, die doet het ook niet goed. Persoonlijke vraag. Ik heb een gat in mijn hand. Ja, dat hebben wel meer mensen. En nou ja, een gat in je hand. Degene die daar later misschien last van krijgt, ben jij zelf. Ik vind het geen probleem als iemand een gat in zijn hand geeft, als er ook heel erg veel geld bij die persoon binnenkomt. Maar als dat leidt tot grote schulden, dan wordt die persoon heel ongelukkig en dan moet hij daar echt iets aan gaan doen. En hoe moet hij dat dan doen? Moet hij dan naar een psycholoog of een psychiater of moet hij naar een financieel adviseur? Ja, je hebt in Amerika, dat vind ik zo leuk, heb je ook mensen die zijn financieel psycholoog. En dat vind ik zo belangrijk. Kijk, want anders zijn mensen soms onverbeterlijk en blijven ze maar dezelfde fouten maken. Maar het is wel moeilijk, want wanneer ga je iets veranderen? Pas als iets echt een probleem voor je wordt of voor je omgeving. Daarom blijven ook heel veel mensen altijd eigenlijk onnodig levenslang doormodderen met slechte financiële gewoontes. Dus eigenlijk zouden we hier financiële psychologen moeten aanstellen in Nederland? Ja, lijkt mij een heel goed idee. Ik ben daar heel erg voor. Ik ben zelf geen psycholoog, maar ik weet er best veel van. Ik heb ook een heel leuk testje op mijn website gezet. Dan kun je testen of je bijvoorbeeld een struisvogel bent, of een geldmonnik, of een verkwister. Dat soort dingen. En dat is wel een libellenachtig testje, niet echt wetenschappelijk, maar het geeft wel inzicht. Mensen denken ineens, hé, ik ben een type, mijn partner is een heel ander type. Ik vind het een prachtig idee. Ja, nou, doen we eens. Ha, daar hebben we Wilma de Bruin. Wat zie je er patent uit? Dankjewel. Zagen onze pensioenen er maar zo patent uit? Daar gaan we vandaag met z'n allen aan werken. Wat verwacht je van deze dag? In ieder geval een beweging op gang brengen. En dat we het bewustzijn raken en dat de adviseurs, iedereen die hier vandaag in de zaal aanwezig is, het verschil kan maken. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel, schat. Arnold Walraemens. Ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Eureko. Ja. En vicevoorzitter van de vereniging. Ik vond het vandaag echt een dag dat ik echt, dat mag ik niet missen. Pensioen is fantastisch, vreselijk belangrijk. Ja. Wat verwacht u van deze dag? Nou, dat ik het allemaal een beetje beter begrijp. Hoe de zaken in elkaar zitten en hoe we de toekomst een beetje gaan inrichten wat pensioenen betreft. Zeg, ik wil niet raar doen, maar wacht even. U zit in de Raad van Commissarissen? Ja. En u wil weten hoe het zit? Het onderwerp wordt zo complex. Wat krijgen we nu? Wij leren voortdurend, wij proberen bij te leren. Wij proberen gewoon, we hebben ook een educatief programma. Want zaken worden zo complex dat je niet alles precies weet. Als je daar niet speciaal aandacht aan geeft. En dat doen wij dus. U staat een beetje te lachen daarbij. Ja, nou goed, ik kan me dat dus voorstellen. Ik zit zelf in de ledenraad van AMEA. En de discussies die wij hebben met het bestuur en dergelijke. Ja, nou goed, de complexiteit van alle zaken. Ja, dat is inderdaad, je kunt niet overal 100% kijk en zicht op hebben. Dus deze sessies zijn erg belangrijk om daarover mee te praten.
Ik geloof dat, dat u naar binnen moet. Nou, dat graag. Nou, daar ja? zullen we daar door. Denkt u dat u vandaag een vuist kunt maken? Nou, dat kunnen we altijd. Ja? Maar op het gebied van pensioenen? Misschien wel. We zullen onze bijdrage leveren. Zeker. Naar binnen. Hoe belangrijk is het organiseren van deze pensioenexpeditie voor Achmea? Ja, dit soort initiatieven zijn voor Achmea heel belangrijk, omdat wij de nadruk op willen leggen op het feit dat vakmanschap in de verzekeringsindustrie heel belangrijk is. Nou, kijk je naar het pensioenvraagstuk, is vaak ook een moeilijk thema voor mensen. En door dit soort initiatieven investeren wij in vakmanschap en brengen wij moeilijke thema's ook dichter bij de mensen. Vakmanschap? Ja, je ziet in de afgelopen jaren dat als je praat over de bedrijfsleiding, dat er heel veel aandacht is voor managementontwikkeling. Maar juist in het verzekeringsvak, waar je toch praat over moeilijke onderwerpen, moet je vakmanschap ook centraal stellen. Eigenlijk bedoelt u dat zaken eenvoudig moeten worden kunnen uitgelegd en daardoor moet je die materie heel goed beheersen. Jazeker, dus als je goed wil kunnen uitleggen moet je weten waarover het gaat en dus moet je investeren in kennis van de materie. En vandaag gaat het dan over pensioenen. Hoe is het toch zover gekomen dat managers de overhand hebben gekregen? Nou, ik denk dat management heel belangrijk is, maar daarbij zijn we misschien iets te veel aandacht voor het vak zelf uit het oog verloren. En ik vind het belangrijk dat wij als Achmea ook investeren in vakmanschap en kennis van onze eigen mensen, om ook onze klanten goed te woord te kunnen staan. En daar kun je niet genoeg aandacht aan besteden. Hoe ziet u dat voor zich, hoe dat verder gaat? Nou ja, wat je ziet bij een bedrijf als Achmea, investeren wij erg veel in de ontwikkeling van onze mensen. Dus we hebben ook serieuze budgetten beschikbaar om ook te investeren. En niet alleen in leiderschap en managementontwikkeling, maar ook in het verzekeringsvak zelf. Aan het eind van de morgen begonnen in verschillende zalen de belevingssessies. Om de deelnemers aan de pensioenexpeditie inzicht te geven in de werking van hun onbewuste brein. Je klanten kunt beïnvloeden de juiste keuzes te maken. Hoe was het? Positief. En wat betekent dat voor u? Dat ik pensioen met positieve dingen associeer, heb ik begrepen. Ik weet niet wie het bepaald heeft, maar dat wordt gezegd. En wat gaat u daar... Mochten we meenemen? Eten mochten jullie meenemen. Ja. En wat heeft het u opgeleverd dit? Nou, dat ik neutraal in de kwestie sta. Welke kwestie? Ja, dit ging over intuïtieve gevoelens over leven en pensioen. Wat heeft deze sessie jou geleerd voor je werk? Nou, ik ben communicatieadviseur, dus ik ben er sowieso heel druk mee bezig. Het tolt nog even in mijn hoofd. Ik moet nog even een plaatje geven wat ik hier nu mee moet doen. Richting de deelnemers van onze pensioenfondsen. Maar misschien op het einde van de dag dat ik daar een beter beeld van heb. Mag ik dan nog even bij je terugkomen? Tuurlijk, altijd. Tot straks. Jeroen van Breda, Raad van Bestuur. Wat is je opgevallen deze dag? Nou, dat wij het heel moeilijk vinden om in pensioenen niet alleen over cijfers te praten, maar ook over gevoel en hoe we het aan klanten, aan Nederlanders uitleggen. Maar ja, pensioen, het is ook commercieel bedrijf. Het is een commercieel bedrijf en dat is ook het gekke. We hebben de band met klanten verloren en dat voor een commercieel bedrijf eigenlijk heel stom. Hoe kan je dat veranderen? Nou, dat zijn we hier met elkaar aan het leren. Nee, maar wat heb je daar zelf ideeën over? Ja, wij moeten dingen veel simpeler maken, duidelijker maken. En daarvoor moet je terug eigenlijk naar de basis. Uitleggen wat het is, niet te moeilijk. En ook aantonen dat je relevant bent, waarde toevoegt. Wat is jouw pensioendroom? Mijn eigen pensioendroom is gewoon niet met pensioen gaan. Lekker door blijven werken, relevant blijven zijn voor mijn omgeving, voor mezelf. En actief blijven. In de maatschappij blijven staan? In de maatschappij blijven staan. Dat is zo belangrijk. Daarmee, ik zie dat bij mijn vader. De dag nadat hij met pensioen is gegaan, ging alles net wat langzamer. En dat is helemaal niet nodig. Door blijven werken, relevant blijven zijn. Maar ja, de mensen, dan moet er wel wat veranderen in de maatschappij. Want de mensen moeten je wel willen hebben als je ouder wordt. Ja, ik denk dat er zijn twee dingen. We worden heel snel ouder, dus straks zijn ook oude mensen echt nodig om het voor elkaar te krijgen. En twee, oude mensen, mits ze goed ingezet worden, hebben zoveel te bieden. Wat ga je nu doen? Ik ga nu heel snel naar Schiphol. Ik ga naar Kenia. Want ik ben commissaris bij een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar daar. Die zit in 4 landen. En daarmee gaan we proberen de infrastructuur in Afrika verder te ontwikkelen. Dat is mooi. Ja, daar krijg je energie van. Maar zorg is ook mooi.
En ook zorgverzekeren kan mooi zijn als je weet waarvoor je doet. Bij alle bijeenkomsten van vandaag kon je de hersencellen bij wijze van spreken horen kraken. Wat hebben we vandaag geleerd? Hoe treden we de buitenwacht vanaf morgen tegemoet? Zijn we met z'n allen in de huid gekropen van Hansje Brinker en hebben we onze vinger in de dijk gestoken om te voorkomen dat we kopje ondergaan? Ik ben vandaag geïnspireerd geraakt. Ik heb mooie presentaties gezien, vooral van Victor Lamme. Wat mij bevestigt in mijn idee dat we dingen richting deelnemers van pensioenfondsen moeten visualiseren. En niet moeilijk doen, zoals hij zo mooi zei. En ik denk dat daar de kans zit. Ik ben het niet helemaal met hem eens over de onzekerheid, niet communiceren. Ik denk dat je met visualisatie een heel eind komt. Mensen op het goede spoor te brengen, om goede keuzes te maken. Zodat ze niet kopje ondergaan. Dat ze niet kopje ondergaan en dat ze zeker zijn van hun keuze en daarmee de toekomst in kunnen gaan. Ik denk dat een van de manieren om te overleven is dat we het op een andere boeg gaan gooien in de communicatie richting de klanten en de potentiële klanten. Vanaf morgen? Vanaf vandaag. Ja.